En vandaag wil ik het graag met jullie hebben over een vergelijkende tabel van soorten diepvriesvoer, wat wij kunnen kopen voor onze vissen. Welke kan je nu best gaan geven aan jouw vissen? Welke is het meest voedzaam? Welke is het minst voedzaam? En misschien nog belangrijker: mag je zomaar alles gaan geven aan jouw vissen? Hallo Sunshineers, welkom terug op het kanaal van Aquarium St. Valley. Voor de mensen die nog niet weten, mijn naam is Dominik Maas. Met mijn kanaal is het belangrijk om zoveel mogelijk gratis, begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het houden van het aquarium naar jullie toe. En vandaag wil ik het graag met jullie hebben over een vergelijkende tabel van soorten diepvriesvoer wat wij kunnen kopen voor onze vissen. Welke kan je nu best gaan geven aan jouw vissen? Welke is het meest voedzaam? Welke is het minst voedzaam? En misschien nog belangrijker. Mag je zomaar alles gaan geven aan je vissen. We beginnen er zo meteen en ik ga jullie eerst en vooral direct zelfs de tabel tonen waarin we een Overzichtje krijgen van een bepaald merk diepvriesvoer. En ik ga een naam noemen. Het is gewoon een goed merk. Niet het enige goede merk, maar het is gewoon een goed merk diepvriesvoer die je op heel veel plaatsen kan gaan terugvinden. Heel veel winkels gaan dit voer gaan verkopen. Namelijk, het gaat hier over Ruto Frozen Fish Food. Frozen Fish Food of 3F diepvriesvoer voor vissen is denk ik wel heel gekend. In onze hobby. Dus met andere woorden, ik heb bewust deze genomen. Ik kon een, evengoed eender welke andere gaan nemen, maar ik heb gekozen voor deze om het vergelijk te gaan doen, omdat ze heel open uh, zijn over voedingswaarde van hun diepvriesvoer. Goed, de tabel dus. We zien dat rode mug 5% eiwitten heeft, 1% vetten, 0,9% vezels, 92% water en 0,8% assen. Nu, dat is niet wat Rode Mug op zich zelf heeft. Dat is wat het afgewerkte product, namelijk Rode Mug, die vriesvoer van Ruto Frozen Fishfood, wat dat van voedingswaardes heeft, volgens hun eigen website. Ik ga ze helemaal niet allemaal opnoemen. Jullie zien het tabelletje. Jullie gaan ook een linkje terugvinden hieronder in de beschrijving naar het tabelletje. Als je die ooit wilt gaan raadplegen, kan je gewoon klikken op het linkje hieronder. En kom je terecht op mijn website. Op mijn website zal het tabelletje staan zodat jullie het eventueel als naslagwerk of weet ik veel wat kunnen gaan gebruiken. We zien bijvoorbeeld ook nog staan. Dat kril 14% eiwitten heeft 1,8% vetten 0,7% vezels bestaat voor 83% uit water en 0,5% ruwe as bevat. Als je niet weet wat ik bedoel met die eiwitten, ruwe as, vezels enzovoort, ga dan zeker en vast gaan kijken naar de video die gisteren online kwam. De link naar die video kan je vinden hierboven in beeld. En wanneer je via Facebook binnengekomen bent, zal je waarschijnlijk dit linkje hierboven niet zien verschijnen hebben. Maar je kan gewoon in de beschrijving klikken op het linkje naar de desbetreffende video, waar je een volledige uitleg krijgt over wat nu precies wat is, waarvoor het dient en dergelijke meer. Het klinkt heel saai, maar ik vind het wel heel belangrijk dat jullie die weten. En eigenlijk zou elke aquariaan dat moeten weten, zodanig dat ze veel selectiever kunnen zijn in het voer wat ze geven aan hun vissen. Een laatste die ik nog wel ga nemen is de DiscusMix. DiscusMix bevat onder andere runderhart samen met nog een aantal andere dingen. En bij de DiscusMix zien we dat het voor 11,2% uit eiwitten bestaat, 0,8% vetten, 2,7% vezels, 82,4% water en 0% As. As zijn onder andere mineralen. Nu, jullie weten allemaal dat ik geen voorstander ben van Runderhart, nog nooit geweest, dat ik er zelfs heel veel tegenstander van ben. Morgen komt er een video online waarin ik jou eens ga meenemen naar de hele concrete details over Runderhart. Ik zal proberen die video dan te doen zonder al te veel vooringenomenheid, maar gewoon werken met een aantal keiharde feiten. Nu, als we naar de tabel kijken, dan zien we dat het ene soort diepvriesvoer meer eiwitten heeft, het andere meer assen heeft, en dan nog een ander heeft veel meer vezels. Welke nu de beste is, nogmaals, ga gaan kijken naar de video van gisteren, wat belangrijk is in jouw geval. Ga gaan kijken naar de video van morgen, waar ik runderhard bespreek, en naar de video van overmorgen, waar ik diepvriesvoer ga vergelijken met droogvoer. Degenen die nog nooit gezien hebben diepvriesvoer vergeleken met droogvoer... Die moeten hem gewoon zien, want dat is een super belangrijke video. Op het ogenblik van het opnemen van deze video staat die video over dat vergelijk nog niet online. Kom je pas echter achteraf op deze video terecht, dan zal hierboven een linkje verschijnen naar desbetreffende video. En ook hieronder in de beschrijving zal een linkje staan naar de video. Zeker en vast kijken. Ik hoop dat je iets hebt aan het tabelletje. Ik hoop dat je er iets mee kan. Dat, je, dat het jouw keuze van diepvriesvoer misschien zal bepalen en de zin wat je nodig hebt. Of wat je wil gaan bieden aan jouw vissen. We zien elkaar ongetwijfeld morgen in een volgende video. Vergeet zeker en vast niet op die abonneren knop te klikken. Liefst zo hard als je maar kan. En dat duimpje omhoog zou ook super geweldig zijn. Bedankt om te kijken. Tot morgen. Dag.